Marktmeester Danai van de Centrale Markt Paramaribo. Die is er ook een voorstander van dat de markt weer opengesteld wordt. Daar langs de straat doet men het onder alle gevaren ten dien, zegt de marktmeester in gesprek met TBN Prime Alert. De Centrale Markt die heeft de opdracht gehad van het managementteam van COVID-19 om wat protocollen daar vast te stellen op de markt, alvorens de markt weer opengesteld kan worden. De marktmeester die heeft er vandaag in gesprek met TBN Prime Alert aangegeven hoe er nu inkopen gedaan zal kunnen worden op de markt wanneer deze wederom haar deuren openmaakt. We spraken ook met enkele standhouders die allen de oproep doen aan de regering, CQ de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, om de centrale markt weer open te stellen. De markt is nog steeds gesloten. Reden waarom? Omdat men de protocollen die de minister en de managementteam, de mensen van de management en de BOG aan ons heeft gegeven. We zijn bezig om alle protocollen in acht te nemen. En ja, we zijn al, eigenlijk zijn we al ready, want we hebben alle protocollen al in acht genomen. Als u binnen de markt komt, we hebben ook een andere routine in de markt gedaan, zodat we duidelijke ingang hebben en ook duidelijke uitgang hebben. We hebben bij alle ingangen hebben we alvast wasbakken gezet, waardoor die mensen hun handen kunnen wassen. We hebben ook zeep gezet, we hebben onze bestuurambtenaar daar ook gezet, we hebben BBS daar gezet, zodat de controle bij de poorten, dat die mensen de protocollen in acht nemen daar, dat iedereen hun handen wassen, dat iedereen met een mondkap naar binnen komt. En we hebben duidelijk ook uitgangen gezet op de markten, waardoor men niet over elkaar op elkaar gaan lopen. Dus dat waren de belangrijkste protocollen wat ik heb gekregen vanuit de BOG. En die hebben we al gedaan, dus we zijn al ready om de markt nu open te stellen. Maar heeft u terug gecommuniceerd met hun dat jullie al klaar zijn, dat jullie alles al in place hebben? Vandaag waren de mensen van BOG weer gekomen om te checken, om te respecten, om te kijken van of we de protocollen, alle protocollen in acht hebben genomen. En ze zijn ook gekomen, ze hebben ook gezien. En ze gaan nu de minister een rapport brengen van dat het werkelijk, dat we al ready zijn. En nu is het wachten op de minister. Ik zie dat iets bijvoorbeeld dat nieuw is nu, marktmeester, zijn deze pijltjes. Dit valt onder die protocollen? Klopt. Wat we hebben vernomen van de managementteam en de mensen van BOG, dat we meer dan één richting verkeer moeten hebben op de markt. Dat die mensen niet op elkaar of door elkaar moeten lopen. En er gaat duidelijk teken, we hebben duidelijk teken gegeven op de markt dat er werkelijk een één richting verkeer is. En dat we duidelijk de bezoekers ook willen wijzen met tekens hoe die mensen eigenlijk moeten lopen en dingen kopen op de markt. En hun temperatuur zal ook gemeten worden? Zeker. Alle ingangpoorten hebben we bestuurambtenaren, met onze bestuurambtenaren en met de BBS'ers en met de politie. De politie gaat zichtbaar zijn op de markt, de BBS'ers, onze bestuurambtenaren ook. We hebben ook versterking gevraagd vanuit de DC, dat er meer bestuurambtenaren komen op de markten, zodat de controle goed is, dat het niet als we de markt weer openstellen en dat wij weer zien van dat men weer bestuur op de markt te sluiten. We zijn hier om de mensen weer in de markt te brengen, omdat de situatie wat voor de markt is, die mensen klagen elke dag, de landbouwers, niet iedereen is daar voor de markt. Je hebt ook illegale venters, je hebt mensen die thuis waren en plotseling hebben ze gehoord van hey, markt is gesloten, komen ze voorin verkopen. Niet iedereen van de markt kan op straat verkopen, omdat men, je moet ook zien van dat de categorie wat men hier heeft, de leeftijdscategorie, is het de 40, 50 en 60 jaar. En niet iedereen kan op straat verkopen, vooral met het weer, regen en zon, gaan ze nog ziek worden en dat is het nog erger. En dat moeten we voorkomen als regering, als vertegenwoordiger van de dingen van de regering. Ja, ik zie dat er net een thermometer is geplaatst. Ja, alle ingangspoorten, de mensen die bestuurambtenaren krijgen thermometer om de mensen moeten eerst hun handen wassen.
En ze gaan gemeten worden door de bestuurambtenaren. En dan krijg je een touw om je handen te vegen en dan gaat je zo naar binnen. We hebben duidelijk ook die afstand gegeven voor de markt, hoe men moet gedragen als ze komen, 1,5 meter afstand. En zo gaan we met protocollen de markt openstellen. En eigenlijk dat is de bedoeling. Wij als marktmeester moeten ervoor zorgen dat de markt weer opgesteld wordt. Want we moeten ook rekening houden dat men moet, niet moet grappen met de ziekte, met de pandemie, de COVID-pandemie. En het is een serieuze ziekte, we moeten echt serieus aan gaan kijken. Daarom, wanneer de markt open gaat worden, daar is er dat men ook duidelijk moet zien dat ook de regels, de strenge regels wat de minister weet, dat ook op de markt wordt gevolgd. Ja, vaak genoeg hoor je dat de mensen zeggen, de markt is een ontmoetingsplek. Maar nu met de COVID-19 zegt u aan de mensen, koopt u dingen snel en gaat u dan gelijk uit de markt. Meneer Gunnis, dat is eigenlijk de bedoeling. De bedoeling is nu, we gaan de markt anders openstellen. De markt gaat nu, net als, je gaat zakelijk. Je koopt je spullen en je gaat direct uit de markt. Het is geen samenscholen meer, je gaat hier en je gaat een story geven. Nee. De markt is alleen, je komt, je koopt je groenten en je gaat direct weg. Is minimaal. Maximaal wat je bij een stand kan staan is 5 tot 10 minuten is kopen en direct weggaan. En we gaan duidelijk de richtlijnen geven hoe je uit de markt gaat. Is er dan nu één ingang, één uitgang? Kunt u een beetje dat uitleggen, marktmeester? Nee, we gaan even straks ook even meelopen. Het gaan drie ingangen zijn. Dat is die twee grote poortingangen en bij Millers. Zo gaan we Millers ingang. En dat, die twee poorten binnen, dat gaat fungeren als de uitgang van de markt. Dus je gaat richtingen, je gaat borden zien hoe men naar de uitgangen uit de markt gaan. Mm-hmm. Hoopt u nog dus, marktmeester, dat er nog van de week groen licht wordt gegeven? Voor mij kan het morgen nog, als de minister de besluiting van de markt morgen geopend gaat worden, zijn we al ready. Ik heb met alle actoren vergaderd, ik heb met de agra's vergaderd, ik heb met de Haitiaanse vertegenwoordigers vergaderd, ik heb met de standhouder vergaderd, ik heb met alle actoren heb ik vergaderd, zodat wanneer de markt opengesteld wordt, dat ook de verantwoording ook naar de standhouders toe is. Men moet ook de verantwoording kennen als je hier op de markt als marktventer verkoopt, dat je ook jezelf moet beschermen. En niet dat je hier komt en zegt van ja, ik ga op de markt verkopen, maar dan ga je je mondkap niet aan hebben. We hebben ook regels en er zijn ook boetes gelanceerd. Die boetelijsten gaan ook geplaatst worden op de markt. De politie is er hier, de BBS zijn de instantie die boete gaat handhaven. We willen niet dat wanneer de markt opengesteld wordt, dat er controle komt en men ziet dat men de protocolmaatregelen niet op de markt neemt. Ik neem aan dat zowel de standhouders, dus de verkopers, als de kopers ook iedereen goed zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Klopt, dat is eigenlijk de bedoeling. Wanneer men een bezoeker in de markt komt, moet men weten van dat alle protocollen in acht moet genomen worden. Wanneer u zelf als bezoekers of kopers niet de protocollen in acht neemt, daar zijn er ook de instanties die direct erop gaat wijzen dat u uit de markt gaat, of daar wordt het direct maar tegen jou genomen. Dus mondkap verplicht. Mondkap verplicht en ja, u moet niet te lang op de markt zijn. Ja. En we gaan zoveel mogelijk bestuurambtenaren in de markt zetten, bij de markt, Centrale Markt, Friese Markt, waardoor men ook ziet dat er constant controle is. En dat men dat we de regering ook erop wil wijzen van dat de markt ook geopend kan worden met een hoger protocol. Wat vindt u van de situatie nu op straat zelf? Meneer Gunnis, ik ga je eerlijk zeggen, ik kan me ook niet voorstellen van wanneer men een besluit neemt om de markt te sluiten, niet te communiceren met de marktmeester of de DC, en die gaat de markt sluiten. En daarna zie je een situatie dat men ook de situatie moet tonen aan de regering van kijk, de minister of kijk, die situatie is erger daar. Want wanneer je ziet dat wanneer men op elkaar verkoopt, daar is er geen inrichtingswerk, daar is er geen enkel COVID-markt die ze treffen. Je hebt zelf geen toiletten, je hebt mensen hebben honger daar, ik weet niet waar ze eten moeten kopen. Mensen, als je ziet bij de poorten, zie je dat mensen daar ook zelf plassen. Alles doen ze daar voor de markt daar. Dat wil zeggen dat u het besluit heeft genomen om de markt te sluiten, maar daarna wat alles is gebeurd, je hebt gewoon gelaten van de markt, mensen moeten gewoon op straat verkopen. Hoe gaan die mensen op straat verkopen? Hebben jullie ook protocollen daar gezet op de straat? Hebben jullie ook maatregelen getroffen op straat? Hoe gaan die mensen ook daar kopen en verkopen? Dat hebben ze niet in acht genomen. Die mensen zijn gewoon op straat gaan verkopen en daar is het gewoon alles gelaten aan die mensen, aan de lot van,
Kijk, en ik ga even interviewen die mensen, meneer Ganesh. Zijn mensen die ook, er zijn een aantal mensen die nog zieker zijn geworden van de situatie waardoor het wind en weer daar verkopen. En dan is het weer dat die mensen hun spullen weer naar voren moeten brengen. En dan weer, bepaalde zijn, gebruik het markt weer om hun spullen weer op de markt te zetten. Ik geef wel die toegang dat die mensen binnen kunnen komen om hun spullen te zetten en weer naar voren te brengen. Want je kan niet met al die spullen naar voren gaan om daar te verkopen. De straat is, je hebt een kleine plaats, je zit daar op elkaar en wanneer het klaar is, dan kan je weer op de markt om je spullen te nemen om daar te verkopen. Dus die toegang geef ik nog. Ik geef de toegang nog dat die mensen van de straat nog, ik heb een toilet laten openstellen, dat die mensen toch naar hier naar binnen komen om naar de toilet te gebruiken. Anders, waar gaan ze het doen? Wanneer is. Dus de situaties waar ik als marktmeester wel rekening heb gehouden, van dat ik de mensen toch mogelijkheid geef dat ze toch op straat kunnen verkopen, maar dat ze toch iets kunnen verdienen, waardoor ze ook zijn mensen die afhankelijk zijn van de markt. De hele groep, er zijn bijna 3000 marktventers die afhankelijk zijn van de markt. Die mensen die kleren verkopen, die zitten thuis. Die mensen die warungs draaien, die zitten thuis. Die mensen, die auto's zitten thuis, die kunnen niet op straat gaan om te verkopen. Dus die gedeelte, ik weet niet hoe de regering die gedeelte nu gaat pakken, of hoe de mensen daar wat met die groep gaan doen. Maar er zijn ook marktventers die op de markt waren en die thuis zitten nu. Dus niet, de markt bestaat uit zoveel branches. Je hebt de mensen die groenten verkopen, mensen die vis verkopen, mensen die kleren verkopen, mensen die restaurants hebben. Er zijn zoveel aantal branches. En niet alle branches kunnen op straat gaan om te verkopen. Dus de regering moet ook daarmee even rekening houden. Kijkers, bezoekers van de markt, wanneer u in de markt komt, dit is een van de eerste hoofdingang. U gaat naar binnen komen, u gaat de lijn en de protocollen volgen. Er zijn rode lijnen geplaatst. En u gaat precies zo daar binnen. Met de inactnemen van de protocol, dat is 1,5 meter afstand. De mensen moeten dus zo staan op de stipjes. Okay. Ja, en dan gaat u naar de ingang van de poort naar binnen. Er zijn twee wasbakken. Ik heb een bestuurambtenaar. Hij gaat eerst meten of hij wel de juiste temperatuur hebt. Ja, is goed. Ik kan die handen wassen. Ja. Oké, dan gaat de bezoeker zo zijn handen wassen. Oké, en dan gaat hij nu naar binnen. En dan zijn er stippels, lijnen geplaatst. Hoe hij nu in de markt moet kopen of begeven op de markt. En er zijn duidelijke tekenen. Hoe die persoon die groente moet kopen. Waar dient de persoon te staan, dus hier, hè? Waar die stippen zijn, ja. Dus van hieruit moet hij dan? Oké. Klopt. Van hieruit moet hij die groenten kopen en dan gaat die persoon die groenten in de zak doen en dan gaat die persoon zo met de stip volgen naar de uitgang toe. En dus deze dingen zullen geplakt worden? Ja, klopt. Okay. Bij de poorten. Dit zijn die maatregelen die we gaan plakken bij de poorten. En dit zijn die sancties wanneer men niet houdt aan de regels. Geen mond- en neusbedekking, 150 SRD. Verbod zich buiten de toegestane tijden, 350. Samenscholing, 500. Negeren, ambtelijk bevel, 350. Feesten, als u feest, boete van 2000. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, als dat meer is dan toegestaan, 150 SRD. Verbod contactsporten, 50 SRD. Verbod openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten, 3000 SRD. En verbod zich te onttrekken aan of zich buiten hun woning en zo, 1500 SRD. Dus u ziet dat als de mensen zich niet houden, gaan ze zwaar beboet worden. Klopt, dat is in de protocollen, dat zijn de maatregelen die de regering heeft genomen. Wanneer men in de markt niet houdt aan de regels, de COVID-regel. En we hebben hier de BBS'ers, de bijstandpolitie. En we hebben de politie voorin. En zijn de instantie die deze boetes kunnen geven aan de mensen die niet houden aan de regels. En dan gaan we gewoon nu de pijlen en de richting volgen. Hoe men zich moet begeven op de markt. Het moet één richting verkeer zijn. Dat wil zeggen dat men dat er ingangen zijn en ook uitgangen zijn. Okay. En men moet gewoon aan de pijlen en aan de teken de richtlijnen volgen. Ja, meneer Danai, waar staan we nu hier? We zijn nu binnen de markt. Het is zogenaamde ringweg. En
het probleem is niet, wanneer we binnen de markt komen, dan zijn er ook protocollen binnen de markt. En daar hebben we nu uitgangen waar die mensen nu uit de markt moeten gaan. En het is duidelijk teken, want je gaat borden zien van uitgang. En zo moeten die mensen ook uit de markt gaan. Dus het is ingang binnen. Dat zijn die grote poorten en dat zijn die twee. Stel dat mensen hun inkopen hier hebben gedaan en ze weg willen gaan, moeten ze van hieruit gaan. Klopt, dat is het nu richting buiten de markt en de uitgangpoort nu. Okay. En dat is het, we gaan duidelijk teken geven van hoe men naar buiten moet gaan. En het is alleen maar twee poorten die je naar buiten moet gaan, dat zijn die twee binnenpoorten. Je ziet het ook duidelijk dat het één richting is, het is direct uit de markt. En die poort gaat alleen open zijn voor mensen die uit de markt willen gaan. Ja. En die mensen kunnen niet naar binnen de markt komen. Ja. En ik zie dat jullie intussen ook al dus posters hebben geplakt. Klopt, ja. Ja. We hebben alvast een poster gezet zodat men weet van hoe men in de markt moet verkopen en hoe de bezoekers ook moeten gedragen op de markt. Ja, wanneer u in de markt bent en u naar buiten wil gaan, u gaat uit de markt, dat zijn er borden, dit is die uitgangbord. En u gaat gewoon de richtlijnen volgen. En dan gaat hij uit de markt bij de poort daar, binnenpoort. Daar is er ook een wasbak. Je kunt ook uw handen daar wassen en dan buiten gaan. Ja, dat zien we als we even verder uitkijken. Uitgangsbord en wasbak met zeep staat daar dus. Dus dat wil zeggen dat men van hieruit naar buiten gaat. Ja, meneer Ganes, en dit is ook een van die uitgangen. Ziet het? Er zijn twee uitgangen wat ik heb in de markt, twee uitgangen. Het is directe verkeer, wanneer u in de markt bent, is het twee poorten waar u uit de markt gaat. Dat de mensen niet op elkaar gaan lopen en dat we ze duidelijk teken hebben hoe de mensen moeten eigenlijk gedragen op de markt, wanneer men in de markt is om groenten te kopen of inkopen te doen. Binnen de markt, we zijn op de ringweg en het is nog steeds de richtlijnen hoe men moet komen op de markt en hoe ze moeten de richtlijnen moeten volgen. Dit is ook een van die poorten, uitgangspoorten. Port 8 zie ik. Ja, Port 8 is ook een van de uitgangspoorten, hoe die mensen naar buiten moeten gaan als ze inkopen hebben gedaan. En het is hetzelfde protocol ook. Oké, we zijn nu bij een van de hoofdingangpoorten, dat is overgang van de Judobeestraat, waar de Fries is. En dat is een van die poorten waar men is de ingangpoort waar men naar binnen moet komen om in de markt te komen. We hebben ook dezelfde protocollen hier, twee wasbakken met hand sanitizer, handen wassen en we gaan direct de temperatuur hier meten met onze bestuurambtenaren, met de politie, met de BBS'ers en dat iedereen naar binnen moet komen met een mondkap. Dus alle poorten zijn bemand met politie, BBS'ers, bestuurambtenaren, dat men de protocollen goed in acht neemt zodat de markt veilig met protocollen open gaat. En wat geldt er voor de groothandelaren, want die zijn eerder op de markt? Oké, meneer Ganes, de groothandelaren die komen 5:00 in de ochtend op de markt. Zij gaan in de markt komen alleen om te leveren. Duidelijk, de groothandelaren gaan komen om te leveren. Ze gaan geen enkel kleinhandel doen. Op de ringweg gaat alleen maar groothandelaren zijn. 7:00 gaan al de groothandelaren uit de markt, want het is allemaal leveren. En dan is de hele ringweg weer vrij. Die kleinhandelaren die hun groenten gingen verkopen op de ringweg, die gaan gewoon hun groenten verkopen op de stand. Die Haitianen die hebben al een plaats gekregen waar ze hun groenten moeten verkopen. Ik heb twee ruimtes voor hun gereserveerd, waar de mensen die geen stand hebben en toch in de markt kwamen om kleinhandel te doen, dat ze toch een ruimte krijgen om kleinhandel te doen. We hebben alle maatregelen genomen, we hebben gesprekken gevoerd met de Agra's, met de mensen van de Haitiaanse vertegenwoordigers, dat als de markt open gaat, dat alles ordelijk gaat. Men gaat niet hier komen en een verrassing zien. Iedereen weet van, wanneer de markt open gaat, dat de groothandelaar als ze binnenkomen, dan is het leveren en direct weggaan. Men gaat geen kleinhandel doen op de ringweg. De kleinhandelaren gaan op de stand verkopen. En de openingstijden blijven ongewijzigd? De openingstijden die gaat vanaf 5:00, 7:00 zijn de groothandelaren en de kleinhandelaren, die mensen die op stand verkopen, die gaan tot 2:00 zijn. 3:00 gaan de markt gesloten worden. En vanaf 3:00 begint de schoonmaak en vanaf weer in de 8:00 begint weer de markt. Als de markt open gaat, welke oproep doet u zowel aan kopers als verkopers, marktmeester? Oké, de mensen die hun groenten willen, de wederverkopers, die kunnen wel 5:00 in de ochtend komen om hun groenten te kopen bij de groothandelaren. Maar de
de kopers, de mensen die groenten in een klein kopen, die moeten gewoon hun groenten kopen bij de stand en niet bij de groothandelaren. Dus er is al regels en wanneer men niet houdt aan de regels, dan zijn er sancties die kan getroffen worden tegen de groothandelaren en ook tegen de kleinhandelaren.